Oh, mam, mam. Ja, is er iets, jongens? Volgens mij gaat onze vriendin, de Zeemermin, vandaag weer terug. Oh, is dat vandaag al? Oh, moet ze wel weer weg? Ja, het is haar laatste dag en ik maak me wel een beetje zorgen. Nou ja, het komt vast goed, jongens. Maak jullie maar geen zorgen om haar. Ja, inderdaad. Nou ja, jongens, het komt allemaal goed. Ik breng jullie zo naar school en dan kunnen we het allemaal regelen, oké? Oh, dankjewel, mam. Ik vind het fijn dat je ons steunt. Ja, natuurlijk. Ik vind het ook jammer dat ze weer terug gaat. Ze is zo'n goede vriendin van jullie geworden. Zo, nou laten we haar even opzoeken. Oh, ze zit nog in het ziekenhuis. Oh ja, jullie zijn hier voor die familie, hè? De Zeemerminnenfamilie. Ja, inderdaad. Kunnen we er misschien opzoeken? Ja, dat is goed. Natuurlijk. Ga je gang. Oh ja, nou ja, waar zit ze eigenlijk en wat is er precies gebeurd? Nou ja, we weten nog niet precies wat er aan de hand is, maar we zijn het allemaal aan het onderzoeken. Oh man, ik hoop dat alles oké is. Ja, dat hoop ik ook. Het is wel een grote schok dat ze ineens in het ziekenhuis liggen, of niet? Ja, maar het is wel normaal. Ze zijn al heel lang niet onder water geweest. Ja, inderdaad. Ik hoop dat alles goed komt. Nou ja, alles is onder controle, jongens. Maak je maar geen zorgen. Ja, inderdaad. Nou, dat zullen we dan zeker niet doen. Ja, laten we even kijken. Kom, Emma. Ach man, waarom voel ik me zo slecht? Ja, ik ook. We moeten natuurlijk even onderzocht worden voordat we teruggaan. Ja, maar ik voel me echt slecht. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Man, je bent zo lang uit het water geweest. Dat is het gewoon. Ja, inderdaad. Hallo? Oh ja, heeft u de resultaten al? Ja, het is precies wat we dachten. U heeft dus een tekort aan water. Daar moet u zo mee gaan helpen. Oh, dus dat was het. Nou, dat is fijn. Ja, inderdaad. Nou, ik zal u gelijk helpen. Oh, wauw. Nou, dan kunnen we in ieder geval zo weer naar huis. Ja, inderdaad. Nou, het was wel fijn om hier iets langer te blijven, toch? Oh, wauw. Jullie zijn dus hier. Oh, wauw. Ik kan niet geloven dat jullie allemaal in het ziekenhuis zitten. Oh, hallo. De familie Vogelt. Zo fijn jullie hier te zien. Wacht even, ik moet dit even allemaal installeren. Ja, inderdaad. Laten we even gewoon gelijk bij de IV alles geven. Hey, wil je een ijsje? Hier. Oh, wauw, wil je die zelf niet opeten? Nee, ik heb er al te veel gehad. Jullie mogen deze. Ja, nou, ik vind het echt heel jammer dat je weer terug naar huis gaat. Ik hoop dat we nog contact houden. Oh, zijn dit je vriendjes van de basisschool? Ja, van de middelbare school. En die andere is inderdaad van de kinderdagverblijf. Oké, nou, ik ga even dit toevoegen hoor. Nou, geef het maar hoor. Als ik het nodig heb, dan neem ik het wel. Ja, inderdaad. Nou, ik hoop dat je zich beter voelt. Ja, dat hoop ik ook. Zo, nou, het is echt heel erg leuk geweest, jongens, maar ik moet nu weer naar huis. Ja, dat vind ik echt heel jammer. Ik kan niet geloven dat je zo snel weer terug moet. En zien we je nog wel een keer hierna? Ja, als het goed is wel. Ik zou niet zien waarom niet. Ja, nou ja, je gaat natuurlijk voor een hele tijd weg. Ja, inderdaad, maar. Ja, we kunnen altijd nog afspreken. Ik bedoel, Painville City en Aqua City zijn niet zo ver weg. Ja, dat klopt. Nou ja, het was leuk je gekend te hebben.
Ja, nou ja, ik ben hier echt maar een weekje gebleven. Dat is wel hartstikke stom. Ik hoop dat je het wel leuk vond. Ik wou echt heel graag nog een dag zeggen. Dankjewel, dat vind ik echt heel fijn. Nou, dat is jammer. Ik kan niet geloven dat ze nu alweer weg moet. Nou, even kijken of het allemaal is gelukt hoor. Voelt ze zich al beter? Ja, veel beter. Ik denk dat ik nu weer terug kan naar huis. Nou, dat is hartstikke fijn. Laat me maar weten als er weer iets gebeurt. Dan kan ik u helpen. Ja, is goed. Dan kom ik wel gewoon weer terug. Oké, jongens. Ik denk dat we zo klaar zijn om te gaan. Ja, inderdaad. Maar ik wil even gedag zeggen tegen mijn vrienden, pap. Ja, dat snap ik. Zeg maar snel gedag. Oh man, ik kan het niet geloven. Waarom gaat ze nu alweer naar huis? Nou ja, ik hoop je nog een keer terug te zien. Als je weer een Playmobil ziet, dan moet je me laten weten. Zo, oké. Nou, eerst even gedag zeggen ook nog op de middelbare school. Zo, nou, jij bent ook lekker wakker, of niet? Jij is de hele ochtend al druk. Zo, nou, laten we omhoog gaan. Nou, laten we even dit feestje regelen. Ik vind het echt heel fijn dat u dit doet voor haar. Ja, inderdaad. Ik vind het ook heel fijn om te doen, hoor. Mijn dochters vinden haar zo lief. Ja, inderdaad. Ik ben zo blij dat we dit feestje konden regelen. Ja, ik hoop maar dat ze het leuk vindt. Oh man, ik zou haar echt heel erg missen als ze weer weg is. Ja, inderdaad. Ik zal haar ook wel missen. Ik al vond ik haar best wel vervelend. Ja, wat is dit allemaal? Surprise! Oh, wauw. Ik kan het niet geloven, man. Ze hebben dit allemaal voor mij gedaan. Ja, inderdaad. Omdat je weggaat. Ik vind het echt heel jammer. Wauw, ik kan het niet geloven dat jullie dit allemaal hebben geregeld voor haar. Ja, nou ja, het is het minste wat we konden doen. Ze was zo'n leuke leerling. Ja, nou ja, is dat jullie zoontje? Ja, hij is nogal wakker vandaag. Oh, we hebben hier een pizza. Willen jullie die misschien ook, jongens? Oh, wauw, ik kan niet geloven dat jullie dit hebben geregeld en het allemaal een verrassing was. Ja, natuurlijk. We kunnen je toch niet weg laten gaan zonder cadeautje? Ja, inderdaad. We zouden je nooit zomaar weg laten gaan. Je bent onze vriendin. Ja, nou, hartstikke bedankt. Dit was echt de beste week van mijn leven. Nou, we gaan jou even lekker in slaap laten vallen. Oh, wauw. Ze zijn volgens mij weer terug. Hallo. Ja, ze zijn weer terug. Het was echt hartstikke leuk. Hebben jullie nog leuke dingen gedaan? Was er nog iets interessants? Nou ja, niet veel, maar het eten was hartstikke lekker. Het eten, hè? Nou ja, we wouden eigenlijk wat meer verhalen. Nou ja, het was gewoon hartstikke fijn. Heel veel leuke mensen, leuke dingen, leuk eten. Oh wauw, weer over eten. Nou, ik neem aan dat de mensenwereld goede eten heeft. Ja, inderdaad. Nou, ik vind het hartstikke fijn om weer terug te zijn. Ja, inderdaad. We weten wel echt dat we hier thuis horen. Ja, ik zou het zeker nog een keer willen doen. Uitwisseling was echt superleuk. Nou ja, dan moeten we het zeker nog een keertje doen.